We zijn vandaag in Beauvoorde en we gaan weer doen. We gaan hier een kasteel bezoeken. Kom, we zijn hier bij de bie. Wist je trouwens dat dit kasteel al vaak het decor geweest is van een aantal afleveringen of kinderreeksen? Een van de reeksen of een van de afleveringen van Nachtwacht werd hier trouwens opgenomen. Ik ga je straks een stukje laten zien daarover. Is dat niet het harnas van Willy Sculptor? My god, je zit diep in de problemen. Mijn lieve Serena. Het kasteel van Beauvoorde, dat is hier in de 15e eeuw gebouwd. Was toen eigenaar van, laten we kijken, van Jan de Valuwe. En is generaties lang na elkaar overgegaan naar uiteindelijk Arthur Mergelink. Dat was iemand zonder kinderen, dus die had veel tijd om dat hier te onderhouden. En die heeft dat dan later nagelaten aan de Vlaamse gemeenschap. We gaan nu een keer in het kasteel. Ook voor kinderen is het leuk om te bezoeken. Ze krijgen hier een soort interactieve wandeling. De kasteelheer heeft namelijk al zijn kasteelvrienden uitgenodigd. En aan de hand van QR-codes die ze moeten inscannen, volgen ze hier de wandeling en moeten ze een aantal dingen oprapen of verzamelen, een aantal stempeltjes verzamelen. Weet je waar dat de uitdrukking een tandje bijsteken vandaan komt? Wel, vroeger, dat was hier de slaapkamer en stond hier een pot met water of zo. En dit hing hier aan de open haard en men kon daar aan de hand van die tanden de pot een beetje hoger of een beetje lager op het vuur plaatsen. Dus vandaar het spreekwoord een tandje bijsteken. Vergeet ook niet om de toren te bezoeken. Je kan hier met een trapje helemaal naar boven en je kan hier Gent, Brugge en zelfs Kortrijk zien. Hallo, het is heel leuk. Moet zeker een keer komen. Hoe vonden we het kasteel van Beauvoorde, Jonas? Heel mooi, ja. En je mag er zeker een keer naartoe gaan. En als we punten geven van 0 was niet goed en 5 of 5 was supergoed, hoeveel punten zou je geven? 5 of 5. 5 of 5, dus het kasteel van Beauvoorde is goed bevonden.